Op het gildeterrein van het Sint-Margaretha-gilde was zaterdag het koningsschieten. De dag begon met een gildemis in de Onze Lieve Vrouwkerk met aansluitend een vendelgroet door het gilde aan het kerkelijk en burgerlijk gezag. Waarna traditiegewijs de prinsenborrel geschonken werd door de familie van de Weijer. Na de koffietafel wordt alles in gereedheid gebracht voor het koningsschieten die middag. Daarna werd spoedig de vogel op de schietmast geplaatst. Dit jaar schoten 3 kandidaten mee voor het koningschap. Henk de Haar, voorzitter van Kring Peeland en stokdrager binnen het gilde. Harry van den Ganzenwinkel was in 1968 en 2013 koning en verder actief binnen de kerkcommissie. En als stokdrager en Toon Thijssen, huidige koning en bestuurslid. Het schieten begon in de middag en toen de nieuwe koning bekend was, werd deze gehuldigd op het gildeterrein.